Dit komt uit de Gascogne. Gascogne is een groot gebied, kort gaan rechts onder Bordeaux. Het hoort bij het zuidwesten, zoals het hele gebied heet. Alain Brumont is de grootste wijnmaker uit het gebied. En het is ook een gebied wat midden eind jaren 70 redelijk dood viel. En die meneer Brumont die heeft ook het hele gebied weer op de kaart gezet. Door een moderne manier van wijn maken. Alain Brumont vind ik ook wel een fascinerend persoon. Want het is niet iemand die met liefde voor zijn vak alleen maar bezig is met die druiven en zo. Maar hij is ook met fantastisch leuke experimenten bezig. Zo heeft hij ooit zijn wijn een keer naar een bergstation in de Pyreneeën gevlogen. Dat was geloof ik op meer dan 2000 meter. Om eens te kijken wat de wijn, zeg maar, als die zou rijpen, wat daar nou zou gebeuren. Want op zo'n hoogte heb je gewoon een lager zuurstofgehalte. Nou, het resultaat was dat de wijn geconcentreerder was en ook wat meer kleur had. En het laatste experiment wat hij nu heeft, is dat hij op de zeebodem, dus net ietsje boven het vriespunt, heeft die wijn liggen die hij daar laat rijpen. Dus hij wil dus zien wat de invloed van zo donker en zo'n koude temperatuur is op de wijn. Brumont is dus een hele bijzondere, typische, eigenzinnige man. Doet het precies zoals hij het wil, maar hij is waanzinnig gerespecteerd in de internationale pers. Brumont wordt echt gezien als de man van Zuidwest-Frankrijk. De wijn die we nu drinken is gemaakt van de druiven Gros Mansaing en Sauvignon Blanc. Nou, Sauvignon Blanc is natuurlijk een bekende druif, hè? Dat kent iedereen wel. Met smaken als gras, buxus, groenig. De Gros Mansaing is minder bekend. Hij komt echt uit deze hoek, zeg maar. Hij komt officieel uit Baskenland. En hij heeft als bekendste kenmerken, zeg maar, dat hij nogal hoog in zijn zuren zit. Dus fris. En dat hij nogal bloemig is. Floraal, om het zo te zeggen. Het is op zich geen makkelijke druif. Je moet hem goed behandelen. Hij heeft zeer veel aandacht nodig, om het zo te zeggen. Als je er niet op let, worden het hele harde wijnen, die bijna grijs ook worden van kleur. Dat is een eigenschap daarvan. Maar goed, meneer Brumont, met zijn moderne technieken en zijn kunde en zijn, ook zijn liefde voor het vak, maakt er hele mooie dingen mee. En vooral dus in die combinatie hier met een Sauvignon Blanc. Ik zou zeggen, schenk maar een glaasje in. Wat onmiddellijk opvalt is de intensiteit van het fruit wat uit dat glas komt. Bloesem. Daarna heb je meteen ook andere associaties, die van fruit. Hele groene appels, maar ook nog groener, geen fruit meer. Maar wat je ook heel duidelijk in deze wijn proeft is kweepeer. En als je het over het woord kweepeer hebt, zeg maar, dan kijken heel veel mensen je snel vragend aan van wat is dat nou weer? Kweepeer is eigenlijk een soort van combinatie tussen appel en peer. Dus je hebt, zeg maar, het frisse, het groenige van die appel, maar er zit ook wat, dat sappige van die peer, zeg maar, zit erin. Het is een heel duidelijk Sauvignon Blanc karakter. Aan de andere kant heb je dus bloemige, tropisch fruit. Het is ongelooflijk waarmee de hoeveelheid smaken die hier in dit glas worden gecombineerd. Als je dit proeft, dit is echt een heerlijke wijn als aperitief. Het hele jaar door kan je rustig lekker vandoor drinken. Deze wijn die heeft de Nederlandse huiswijncompetitie gewonnen in de categorie elite restaurant. En dat begrijp ik volledig.